Net zoals hem, hij en zij heb ik ook vliegangst. En daarom heb ik dit vliegtuig geregeld en ga ik vandaag deze vliegangst overwinnen. Oh ja, dit is trouwens onze piloot. Ik heb geen idee meer hoe die heet, maar ik hoop dat hij ons veilig laat landen. Ik was echt super blij dat we weer geland waren. Zo, door naar de volgende angst. Want het is niet de enige angst. We hebben nog claustrofobie, hoogtevrees en spinnen. Oké, de volgende angst die echt velen van ons hebben en ook ik, is hoogtevrees. Dat gaan we in VR doen. Waar de fuck ben ik beland? Ik zou het even uitleggen. Hoe dit heet is Reacher's Plank. In de virtual reality beïnvloedt dit je hoogtevrees soms nog meer in het echte leven. Attention. What the hell? Ik ben in een lift. Oké, daar gaan we naar de plank. Holy shit. Holy fuck. Ik heb een letterlijke plank voor me en ik ben fucking overgebouwd. Vogels. Yo, vogels. Wow, kijk dit. Kijk omhoog. Dit ga ik echt niet durven, man. Dit is zo eng. Ik ben hier. Wat is dit? We kunnen een rotje vliegen. Yo, ga mee. Die auto. What the fuck? We kunnen gewoon een rondje vliegen. Besef, met de plank staan we helemaal bovenaan. Ik weet niet of ik naar de camera kijk. Oké, en nu gaan we voor het rechtje. We gaan de plank gewoon oplopen. Fuck it. Wow, valt eraf. Holy shit, wat gebeurt hier? Wat de fuck gebeurt hier, man? Holy shit, wat gebeurt hier? Ik ben letterlijk afgevallen. Van de plank. Holy shit, wat stering, hè. Ik zit te trillen op mijn benen hier, man. Yo, stop dit. Kan niet door naar eraf, joh. Oh ja, dat was eng. Maar goed, we gaan door naar de volgende angst. We zijn hier bij een dierenpark en je gaat een spin aanraken, een vogelspin op mijn hand laten leggen. Dit is een van de engste dingen die ik vind. Ik word al bang als ik een klein spinnetje op de muur zie zitten. Als je arm gewoon, ja? Oh, yo, wacht. Doe dat gewoon op. Hey, tering. Hey. Bro. Hij gaat niet aan bewegen. Ga niet bewegen, hè? Nee, hij zit eigenlijk heel stil. Blijft gewoon, niet? Nee. Dat is eng, man. Even kijken. We hebben wel echt gehad. Nee. Ja. Kunnen we altijd zo stil zitten? Ja. Ja, eigenlijk wel. Een beetje van. Dit kleine caravantje zit in 4 kamers. Volgende angst is claustrofobie. Kijk, ik word al gek als ik 2 seconden opgesloten zit in mijn eigen wc omdat het slot niet eraf kan. Daarom zijn we nu bij een van de kleinste escape rooms ter wereld. En gaan we hier claustrofobie overwinnen. Oké, daar zijn we. Oké, de deur gaat op slot. We kunnen hier niet eerder uit tot we hem gehaald hebben. Ik heb hier het verhaal van deze escape room. Dit is mijn nalatenschap. Als je dit leest, ben ik er niet meer. Mocht je het hele verhaal willen weten, zet de video dan even op pauze. Moet hier weg. We gaan alle kastjes proberen. Yo, een eng muziekje, man. Boekenkast. Holy shit. Hier. Ik daar. Maat. Andere kamer. Ik heb hem. Holy shit. Why, yo. Holy shit. Een enge boekenkast, jongen. Enge boodschaplijst. Heel mij, bro. TV? Daarom stond het waarschijnlijk hier. Weer één oude tv, jongens. Wie de fuck heeft dit nog thuis? Yo, ik heb dit, man. Een boek, man. Er zit een boek in die boekenkast. Daar zit iets in. Dat moeten we pakken. Dit is het boek. Yo. Oh, veel al, man. Gaan we naar de kamer toe. Dus een camera moet nu eruit. En ik zit hier alleen. What the hell. De cameraman is weg. Ik ben hier in mijn eentje. Hey, maat. Yo. What the fuck, jongen. Gast. Vertrouw je niks van, hè. Maat, holy shit. We moeten heel slim nadenken, man. Oké, ik ga toch alles onderzoeken hier. Als het raar is, hier zit een slot op. Oh, dat is een bruine bonen, maat. Staat daarop. Dat is één cijfer wat hierop staat, hè. Hier, 2. Kijk eens. 4, bro. 4. 1. We hebben nu 4 cijfers. Oké, we hebben hier 1, 2, 3, 4. Volgende is er niet. 2, 3, 4. Yep. Holy shit, we hebben hem. Wat we doen? We gaan hier erin. Kijk,
wat hier op de muur staat. Allemaal enge foto's. Kijk wat er aan deze kant staat. Met een sleutel. En hierachter is dus dit magneetje. Vast het aan iets, had ik net gevoeld. De sleutel gaat dus nu omhoog. Dat moeten we met z'n tweeën doen. Naar rechts vallen. Over. Naar links. Omhoog. Bro, opnieuw pakken. Links, links, links. Yep, we hebben hem. Oké, dan heb je de sleutel. We zijn hier al bijna een uur, man. Hele luik omhoog. Let's go. Handen het luik. Kruipruimte hier, man. Oh shit. Enge poppen, maat. Ga ik zo staan. Dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen. Laat die rook maar afgaan. Hey! Hoi, yo! Ik wil echt weg hier, man. Ik wil een para hier. We moeten hier weg. Oh, zie je dat? Ja. Ze zijn zo'n letterlijke hoofd. Yo, hey. Een kruis. 5. 7. 3. 5. Hey. Hey! Hey, yo! Bro, ik ben helemaal gek aan hier. Holy shit! Driehoek, vierkant, rondje. Hier. Nog een vierkant, 8. Oké, ik denk dat ik misschien al weet. Luister, dit is een driehoek, hè? Dit is een vierkant, let op. Dit is ook een vierkant. Er zit een nummer op 8. 7, 8, 3, 5. 7, 8, 3, 5. Dat is het nummer. En nu moeten we weer terug. Dan kunnen we misschien de deur openmaken. Oké, dan gaan we terug. Oké, we zijn er weer. Twee? Ja. Nou, dit is weer goed. We zijn verlost, man. Laat me weten in de comments wat jouw grootste angst is. Tot de volgende video. Doei.